En VDL begon in 1953 als een bedrijf dat metaal leverde voor bedrijven als Philips en DAF. En inmiddels is het uitgegroeid tot een wereldspeler. In Valkenswaard bouwt VDL bussen. En daar ontwikkelden ze ook een elektrische stadsbus. En ook die verovert langzaam de wereld. VDL is een bedrijf met vestigingen over de hele wereld, maar van origine is het een echt Brabants bedrijf. Zo wordt hier in Valkenswaard de touringcar gemaakt. Nou, dit is nog maar het beginproces volgens mij, hè? Ja, klopt. Het is het beginproces van de bouw van de touringcar. Helemaal waar, ja. Ja, dat betekent dat jullie echt de bus van 0 tot 100 bouwen. Klopt, hè? Van het staalwerk tot en met de complete bus. Wat is nou zo bijzonder aan deze bus? Bijzonder met name de aandrijving. De aandrijving is volledig elektrisch. Dus we hebben geen dieselmotor meer. We hebben een elektromotor in de bus zitten. In dit geval is het bijzonder omdat de elektromotoren in de wielen zitten, in de as zitten. We hebben allebei de wielen zitten. Dus we hebben dit voertuig twee elektromotoren die allebei één wiel aandrijven. Dus dat is echt heel efficiënt, heel direct. Een direct drive richting de weg. En daarmee ook heel stil. Hij is aan nu. Hij loopt. Ja. De motor draait, alles werkt. Dus we moeten gaan werken met een soort trambel, noemen ze dat eigenlijk. Om een stuk geluid te gaan maken op het moment dat je mensen passeert. Ja, die de bus gewoon niet horen. Want dat is natuurlijk wel de kritiek op elektrische voertuigen, is dat je ze niet hoort. Hè? Ja, dus daar moet je wel mee doen. En dat is ook iets waar we actief aan bezig zijn, om ook die geluiden zeg maar te simuleren. De bus bestaat eigenlijk uit diverse modules, waar we hier nu staan bij de hoofdmodule, of de underbody zoals wij het noemen. In de underbody zit eigenlijk alle techniek verweven, zoals aandrijflijnen, elektronica en dat soort zaken. En als deze hoofdmodule klaar is, dat is eigenlijk ook een belangrijke mijlpaal in het productieproces klaar. Want vanaf dit moment worden er eigenlijk alleen maar complete modules tegen de hoofdmodule aangeplaatst. Als het ware wordt het als een bouwpakketje in elkaar zit eigenlijk? Het is een groot bouwpakket, ja. Ja, we zijn hier op het punt aangekomen waar het interieur wordt gemonteerd in de bus. Kijk, en hoeveel stoelen moeten er in zo'n bus? Nou, tot maximaal 59 stoelen kunnen er worden gemonteerd. En waar gaan die bussen uiteindelijk allemaal naartoe? Nou, primair is West-Europa onze belangrijkste afzetmarkt. Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, overal zijn wij aanwezig. Soms ook buiten Europa. Heel recentelijk hebben we 5 bussen geleverd voor Dubai. Heel bijzonder ook voor ons. Maar de meeste wel gewoon in West-Europa. En de bus die we hier zien bijvoorbeeld, die gaat naar Duitsland toe. Deze bus gaat toen naar verschillende landen. We rijden op dit moment rijden al met deze bus in Helsinki, bijvoorbeeld in Finland. We zijn al aan het rijden in Zweden, in een stad als operatie. We hebben ondertussen Maastricht de bus rijden. En die is een aantal weken in operatie in de binnenstad. We gaan in Brabant rijden met meerdere voertuigen. We zijn in Münster, al 2 weken geleden hebben we bussen afgeleverd. 5 stuks en we gaan deze zomer, 3e kwartaal, gaan we 8 voertuigen in Keulen leveren.